Himnematon vumanaim shel v'tachim gam yachad. Welkom bij het kanaal van Oren Abram. In dit vlogje wil ik vertellen over Giurdun en geloofsopvattingen. Wat het idee bij veel mensen is dat Jodendom, net zoals andere religies, een systeem is van opvattingen, denkbeelden, en dat dat is wat je aanneemt. Wat geloof jij? Ik geloof dat. Nou, dat is heel typerend bij heel veel religies inderdaad, om op je te nemen. Als je dat ene gebedshuis binnenloopt, neem je die overtuiging over. Loop je naar dat gebedshuis, neem je die overtuiging over. En er zit bij jou nog wel een tikkeltje anders, omdat je toetreedt tot een volk met een levenswijze. Dus Joods leven gaat natuurlijk ook over opvattingen, maar ook heel veel over gedragingen. Omdat die gedragingen de uiting zijn van die denkbeelden. Je zou kunnen zeggen, Jodendom is levensfilosofie vormgegeven in de praktijk. Het blijkt juist uit de dingen die je doet, wat je gelooft, wat je denkt. Voor veel buitenstanders is dat een nieuw iets, een vreemd iets. Maar dit is wat het is. En dat kost vandaag ook dat het ook tijd kost. Kijk, denkbeelden kun je cognitief misschien vrij snel tot je nemen. Zeggen van, nou, dat geloof ik, dat zijn de juiste overtuigingen. Maar als het gaat om een levenswijze, ja, dan is er wel meer tijd en oefeningen voor nodig. En je kunt ook niet zomaar een verpleger worden, of een tandarts, of een accountant, noem maar op. Het zijn allemaal dingen, er zitten ook heel veel vaardigheden in, die gewoon heel veel praktijkoefening kosten. En zo dus ook met het Joods leven, als je daarvoor kiest. Als je dus gear wilt doen en Joods worden, ja, dan moet je ook de vlieguren gaan maken. Dan moet je gewoon oefenen met dat praktische leven. Dus mocht je interesse hebben in Gior, besef dan dat Joods worden meer is dan alleen maar ideeën, gedachten overnemen, maar dat het heel veel gaat ook om een levenswijze overnemen en dat ook behoorlijk intensief is om aan te leren. Maar ontzettend waardevol en ontzettend dankbaar. Dus mocht je interesse hebben, dan weet je mij te vinden. En heel veel succes. Leila, leila, leila.